Het dorp waar we vandaag op bezoek zijn is Sondel. Sondel is zoals u weet gelegen tussen Balk en Lemmer. En het grenst in de directe nabijheid aan de Gaasterlandse bossen. De kerk in het dorp is gebouwd in 1869 op de fundamenten van een eerdere kerk. In de jaren 2013-2014 werd de kerk grondig gerenoveerd. De banken werden verwijderd en vervangen door stoelen. Er kwam een nieuwe vloer in, de muren werden gestuukt, de preekstoel werd onder handen genomen. Kortom, een volledige renovatie. En dat zien we ook als we de kerk betreden. In de kerk treffen we een overhuifde herenbank aan en een preekstoel uit de 17e eeuw. Het enklaviersorgel is in 1897 door de firma Bakker en Timmega uit Leeuwarden in de kerk geplaatst. Wat ook vermeld moet worden is het bijzondere luidklokje in de toren. Bijzonder omdat het behoort tot een van de oudste klokken van ons land. Waarschijnlijk gegoten tussen de 11e en de 13e eeuw. Maar dat is niet met zekerheid te zeggen. We laten u veel van het kerkje zien, maar natuurlijk ook het een en ander van het dorp Sondel, waarbij we ook wat extra aandacht besteden aan het voormalige kamp Sondel. Gebouwd in 1943, het bestond toen uit een 17-tal bunkers die door de Duitsers als radarpost werden gebruikt. Na de oorlog werden de bunkers voornamelijk ingezet voor recreatieve doeleinden, maar in 2003 werden ze gesloten omdat ze waarschijnlijk niet meer voldeden aan de eisen van deze tijd en omdat de eigenaar gewoon wat anders wilde. En daarom staan er nu op die plaats bungalows. We laten u kennis maken met Sondel en dat alles onder de klanken van het orgel dat bespeeld wordt door onze vaste organist Gerk Venema.
Thank you.